Zo, goedemorgen allemaal. We zijn weer begonnen met een nieuwe wandeling. Vandaag gaan we 16 kilometer lopen. We hebben net het plaatsje Bordera achter ons gelaten. Daar zie je het nog. En we zijn heel benieuwd wat vandaag de wandeling gaat brengen. Dit keer gaan we weer niet naar de zee. We gaan weer de bergen in. En ik ben heel benieuwd. Dus kijk met ons mee voor een nieuwe video van onze fantastische wandelingen hier in de Algarve. Ja, het is nog geen 9 uur en we hebben ons hoedje al op. We lopen in onze shorts, t-shirtje, want vandaag wordt het 24 graden. Dus daarom zijn we ook maar weer eens lekker vroeg begonnen. Want ja, zoals zo vaak in de Algarve, weinig schaduw. Want je loopt toch door veel valleien en bossen. Nou, niet bossen. Je loopt door veel valleien. En, nou, moet je eens laten wezen waar we heen lopen, hè? Even omkeren. Moet ik omkeren? Omdraaien althans. Nou, niet bij het bosje. Ja, jij wil dat ik omdraai, dus ik draai om. Alsjeblieft. Kijk, dit is onze route. Alsjeblieft. Oh, Milte vindt dat ik vooral ook het groen moet laten zien. Kijk, deze wandeling is alweer heel anders dan de andere wandelingen. Daar waar we toen vooral over droge gebieden eigenlijk liepen, lopen we nu in een soort bos met veel kreekjes. En dan zie je in één keer ook heel veel varens. En dat hebben we op nog geen enkele andere wandeling gezien. En ook deze planten hebben we wel veel vaker gezien, maar we vinden ze echt heel grappig. Volgens mij is daar ook inspiratie uitgehaald voor een van die beroemde verlichtingen, want dat doet het me erg aan denken. En Milte denkt dat het krulspelden zijn van vrouwtjes die rondlopen met van die krulspelden op hun hoofd. We zijn met deze wandeling weer even op een klein paradijs op aarde beland. Het is hier echt adembenemend mooi. Met al die knalgele bloemen, kurkbomen, varens en dan nog een kreekje dat naast ons loopt en we zijn hier ook weer helemaal alleen. Oké, we staan weer bij een splitsing. Linksaf voor de korte route. Dan maken we een 7 kilometer wandeling. En hier rechtsaf, dan hebben we nog 12 kilometer te gaan naar Bordera. En je begrijpt denk ik al wel naar deze beelden. Dat we geen korte route gaan nemen, maar dat we nog lekker lang willen genieten van deze prachtige wandeling. Dus kom mee voor het tweede deel. Nou, het pad wordt smaller en smaller. Hier komen we net vandaan. En hier tref je voor ons iets heel herkenbaars. Het wroeten van de wilde zwijnen. Die hier 's nachts komen om het land een beetje om te ploegen. Hier is nog een oud boerderijtje. Milton wil me zo filmen. En hier gaan we verder. Door de natuur. Heerlijk. Nou, we hebben het dal verlaten.
En we lopen nu weer wat hoger op een heuveltje. En we zien gelijk ook dat het hier veel droger is. Het is hier ook al echt best wel warm. En we lopen nu vooral tussen dennenbomen, aangeplante dennenbomen hier. En we zijn benieuwd wat ons te wachten staat verder nog. Nou, we lopen nu weer door een landschap wat we al kennen. Droog, met allemaal struiken en een bloedhete zon op ons hoofd. Maar er gloort allicht een mooi uitzicht in de verte. Dus we klimmen nog een stukje verder en we laten ons nog lekker warm worden. En dan zul je straks zien wat er nog meer op ons pad komt. En hier hebben we het derde meer. Met op de achtergrond windmolens. Er zijn een behoorlijk aantal hier. Maar het stoort ons niet. We zijn net een bordje voorbij gelopen. Dat het nog 8 kilometer is naar Bodera. En ik had even geen puff om te stoppen om het bordje te filmen. En ik dacht, oh, we zijn nu pas op de helft. En het is warm. En ik begin al moe te worden. En dan denk ik, dus het is even de midway dip wat ik nu heb. Gelukkig lopen we wel op een mooie richel nu. En hebben we mooie vergezichten. Dus dat compenseert een beetje. Maar ik verlang naar schaduw zoals deze. Want het is toch echt wel heel warm. En ik zou het niemand aanraden om te gaan wandelen met deze temperatuur. Het is nu 24 graden ongeveer. En de zon schijnt volop. Geen wolkje aan de lucht. Dus think about it before you walk. Oh, Milton vindt het lekker, maar ja, hij is een tropische jongen, hè? Dus, het valt helemaal mee. Ja. Kan maar schat, doorlopen. Oké. Daar in de verte ligt Bordera. We zijn bijna aan het einde van onze wandeling. Ik denk dat het nog een kilometer of 2,5 is. En dan kunnen we hopelijk daar ergens een drankje pakken. En dan stappen we in de auto. En dan zoeken we wel een plekje op. Maar nog even doorlopen. Op zich ook geen straf. Mooie omgeving hier. Dus we wandelen vrolijk verder. We hebben een sprinkhaan. Nou, we hebben het gered. 16 kilometer, minder dan 5 uur. En we zijn weer terug in Bordera. Ik weet niet helemaal zeker. Milton vindt het een geweldige wandeling. Ik denk dat ik een beetje last heb gehad van de warmte. Het is wel een mooie gevarieerde wandeling. Dus van de vallei met de kurkbomen
tot boven op de berg met de uitzichten en de droogte en de dennenbomen. Tot weer terug in een vallei met allemaal weilanden en zelfs koeien hebben we vandaag gezien. Dus ja, het is wel aangenaam. Maar ik heb een beetje last van de warmte gehad, dus misschien dat ik daarom ietsje minder enthousiast ben. Korte route is ook wel te doen, want dan kom je weer bij de koeien uit. Dus dat is ook eventueel een aanrader. Nu lopen Bordera binnen. En ik zie een heel druk terrasje. Dus ik hoop dat we daar gelijk kunnen eten.